Voor mij is dat geen paard. Dus ik zie het zelf niet als paarden. Omdat het zijn geen paarden. Het is peurschuim en kippengaas en buizen. Dat is het. En omdat ik er dus inderdaad iets meer mee doe, op een bepaalde plek hang of op een bepaalde manier met elkaar verbindt of juist elkaar tegenover elkaar zet, op die manier wordt het meer dan alleen een object. Wat ik vooral wil vertellen is dat iemand denkt dat het een paard is en dat die inderdaad die associaties met de dood heeft. Gevoelens die je dus krijgt bij wanneer je iets kijkt naar alsof iets leeft, die zijn interessant. Maar ik vind ook interessant de gevoelens die je krijgt alsof iets dood is. En daar ga ik voor. Dus inderdaad, dat je een hart ziet, sowieso is een hart wat niet in een lichaam zit, dat is vanzelfsprekend al dood. Hier, dus vaak begin ik met schetsen. Dit is wel een belangrijk schetsboek waarin ik echt vormen onderzoek van die paarden in houding met houtskool. Vaak maak ik schetsen in klei en dan heb ik ook een makkelijke manier om ze soort van te plaatsen in een ruimte. Ik heb een soort van schaalmodel waarin ik objecten kan plaatsen en op die manier ga ik vaak te werk. Een muis. Die ik, waar ik de botten van wou. Dus ik was hem toen aan het marsemeren, heet het volgens mij. En daardoor is hij helemaal transparant geworden. Wat ik dus echt super fascinerend vind. Ik heb een tijd heb ik last gehad van een soort van periode. Dat ik dacht, oh, ik moet niet focussen op de dood of dat moet ik niet doen. Dus ik heb toen een tijd gehad waarin ik dacht, oh, ik ga iets anders maken, ik ga iets levends maken. Dat dacht ik. En toen dacht ik ook, oh, dan moet het staan. En dat werd voor mij een schaap. Maar het was eigenlijk een periode waarin ik op dingen aan het focussen was die niet dicht bij mijn hart lagen. En de eieren, dat komt uit diezelfde periode eigenlijk. Maar dat vind ik wel, dat ligt toch dichter bij mij. Omdat dat inderdaad meer echt een soort van, helemaal inderdaad, dat begin is. Een eicel zelf, dat is één cel. Maar zonder een zaadcel kan het niks creëren. Ik heb een chromosale transmutatie. Dat betekent dat de chromosoom 6 en chromosoom 9 zijn allebei stukjes van afgebroken en die zijn omgewisseld. Het grappige is, ik leg het zelf eigenlijk altijd een beetje uit als van, ik ben een mutant. En het komt daar ook zeker wel uit. Dat het inderdaad die fascinatie voor de dood, dat het ook iets is inderdaad, ja. Het is wel een beetje vreemd, ook. En ja, als ik zelf dood ben, dan stopt dat ook.